guess I'm done. Yo mensen, fijn dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. En vandaag gaan we eindelijk al prestige. Want op dit moment ben ik de level 55 op Call of Duty Black Ops 4. En dat houdt in, bij de level 55 kan je gaan prestige. Het is ongeveer nu 2:30 in de nacht als ik dit opneem. Dus ja, het is very laat. Ik zie er nu uit. Ik ben half kapot. Ik heb nog niet geslapen. Ik ga gewoon hashtag door. Zometeen ga ik nog even blackout knallen. En wat zombies. En nog wat multiplayer inderdaad. En ik vind de game eigenlijk gewoon heerlijk spelen. En wat ik nu ga doen. Ik ga prestige. Ik ga dat jullie laten zien. En dan gaan we nog één TDM potje erachteraan spelen. Dus we gaan hier gewoon door. We zijn level 55. Hier kan je dus de score zien. Ik heb 1875 deaths gehaald. Beetje jammer dit. En 3607 kills. Dat maakt uit dat ik kill death van 1,92 heb. Veel boeit dat ook niet voor mij. Score per minuut is rond de 422 per minuut. Dus 4 kills per minuut ongeveer. En meer kunnen we hier nu op zien. Ja, 98 wins en 48 losses. Dus win-lose op 2041 win-lose ratio. Dus dat is sowieso dit. We hebben rootless gehaald, dus dat is het hoogste, en 8 vuren kills. De medals vallen me een beetje tegen. Ja, het is ook maar begin, dus ik krijg er echt veel te veel op los, maar mij maakt het verder niet echt uit. Maar we gaan gewoon namelijk nu prestige meteen. Dus ik ga erop klikken. En jammer dat ik alles ga weer kwijtraken, maar fuck it, we gaan enter prestige doen. En we krijgen daarvoor een prestige 1 icoon, een permanent unlock token, een extra custom class slot en een calling card. Dus we gaan gewoon prestige en daar gaan we. Activating prestige. Hoppa. Congratulations, you are now prestige 1. Thank you very much. Wat is dit dan? Level content. Zeg maar. Oh, dat is zeg maar wat je kan krijgen op die levels. Natuurlijk kunnen we nog geen class aanmaken waarschijnlijk. Oké, zijn we weer level 1. En we moeten weer wachten tot level 5. Oh, dat is kut. Dat is inderdaad kut. Oh, we hebben ook geen score streaks meer. Kut. Dan moeten we sowieso gaan knallen met de standaard class. Dus we gaan find match doen en we gaan lekker een potje zoeken. Alright, we zijn aangekomen in een potje. En ik ga de cord uitgebreken en het is op de map frequency. Dus ja, we zullen zien wat we hier kunnen van af gaan maken. Ja, en dit is eigenlijk mijn vaste route een beetje, maar hier kan je altijd wel keertjes oppakken. Zo, dat was niet allemaal assistjes. Assist count is kill, zeggen we dan. Is hier door eentje? Oh, die is al dood. Cluster grenades, GTG. We gaan in de rug. Het Spaanse geflipt al. Wauw. Wauw. We hebben 0 kills. Dat is blijkbaar geen assist count is kill. Ah, gaan we meteen dood ook. Gaan we meteen dood. Oké, Ryan. We gaan even veel kills maken. Je hebt een hele prestige goed gespeeld. Dus dan moeten we de tweede prestige ook gewoon goed inzetten. Oh kut, stond hij daar. Oh my god, ik dacht dat hij naar boven kwam. Dat was een andere. Scheiße. Oh, stond te kijken op het scorebord, joh. Weet je waar hebben we toch assist count skill gekregen? Het scorebord klopt soms ook niet. Het duurt echt lang tegen dat hij inlaat. Good effect. Ah, kut, zo net te laat. Ik zag het aankomen. Ik dacht dat iemand naar boven kwam door het raampje 7-3 staan. Ik vind het prachtig. 8-3 staan, assist count skill erbij. Shine ze. Seraph gone. Zo, we zijn al level 2.
Ah, kut in mijn rug, serieus. Serieus. Wat hier, vang die granaat op. Ik ren door. Sowieso iemand geraakt, gaan we naar zes kouders. Oh wauw, staat hij daar te campen, joh. Want sommige mensen kunnen wel een parseetje campen in deze game, hoor. Wauw. Kom dan, kom dan, kom dan. Hostile UAV circling. Ik weet het, ik sta in een raampje. Ah, kut, sorry, echt. Ik wil mijn wapens terug. Ik wil mijn eigen clans. Hostile tactical deploy beacon online. Ah, kut, sorry. Ik heb wel mijn noobshoek, die kan ik wel mooi gaan gebruiken. Zo, hier. Lights out, boys. Oh, wat? Hoe komt die noobshoek neer? Er staan daar 4 enemies. Geen 1 hitmarker. Wat is dit? Oh, ik call bullshit. Ik call bullshit. Hier komt hij aan, boys. Mijn teammate heeft een triple met zijn shieldje. Ah, kut in mijn rug. En mijn rugje. 2010 stalen. Victory is close. Reach out and take it. Kom dan, kom dan, kom dan, kom dan. Terwijl die venster. Die venster met te klooien, hè? Echt waar. Mensen spelen soms echt zo slow, maar ook zo slow gewoon. Oké, dat bedoel ik dus. Deze mensen zitten daar gewoon heel de tijd aan de zijkant te kampeneren. En zo ga je de game niet leren, hè? Ik hoor iemand. Ja, die karretjes, hè. Spannen we weer in de rug. 22-13. Wow. Komt ie. Oh, die was wel raak. Komt ie, komt ie, komt ie, komt ie. Ach. Oké, dat was gewoon mijn schuld. Dat was gewoon dikke karma. Dat was gewoon dikke karma. Enemy Hellstorm detected. Ik zat te campen. Oké, het potje zit er wel bijna op. Ik vind het best. Ik vind het best. Ik wil ze echt zo snel mogelijk mijn wapens hebben. 24-15, niet echt zo'n beautiful score. Maar, oh, die cordite, er staan ook zo'n kut attachments op. Je moet echt weer eens proberen met deze wapens te spelen. Echt lastig. Ik, natuurlijk had ik mijn Maddox, daar had ik 40 plusjes en zo. Of MX9, echt prachtige wapens. Maar die cordite vind ik niet echt zo prima. Maar we hebben de prestige 1 gehaald. Bij prestige 2 komt er nog een video. Dus ik hoop dat die zo snel mogelijk komt. Want ik wil ook zo snel mogelijk levelen. Dus hebben jullie genoten, dus zeker een duimpje omhoog. Laat weten welke level jullie zijn en dan zie ik jullie de volgende keer weer terug, mensen. Bye bye.